Hallo lieve weegschaal, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 10, 4 maart tot en met 10 maart. Het is een algemene reading. Haal ervoor uit wat je nodig hebt. Lieve weegschaal, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Je bent soms te veel bezig met richting de toekomst, ook al zie je nog niet helemaal wat er dan helemaal voor je klaar ligt. En het heeft te maken met dat het belangrijk is om echt van jezelf te gaan houden. Om jezelf te gaan accepteren, om liefde vanuit jezelf en anderen te gaan accepteren. Om jezelf weer neer te zetten. Weer te gaan stralen. In je zelfvertrouwen te gaan staan. Dat soort taken zijn op dit moment heel erg belangrijk. Zodat je verder kan groeien. Verder kan ontwikkelen. Weer je eigen basis. Je eigen fundering weer kan neerzetten. We gaan eens even verder kijken. Lieve weegschaal. Wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de weegschaal deze week verwachten? En dan zie ik eigenlijk dat je je echt mag focussen op hoop en geluk. Zodat je echt kan werken aan mooie dingen voor de toekomst. Op het moment namelijk dat jij nu gaat focussen op wat er goed gaat, trek je dat naar je toe. Op het moment dat je nu gaat kijken met wat je wilt, trek je dat naar je toe. Op het moment dat je gaat kijken, ik wil dit niet, trek je het ook naar je toe. Dus kijk vooral naar wat je wel wilt. Daarbij zie ik ook dat je grote transformaties aan het aangaan bent. Je wordt beschermd. Kijk uit dat je jezelf niet te veel wilt beschermen, want dan hou je jezelf weer af van bepaalde zaken. En weet dat je je weg gaat vinden. En misschien is het nu nog een zoektocht, maar je wordt erbij geholpen. We gaan eens even kijken, lieve weegschaal, voor een mooie boodschap voor jou. Durf je dromen te beschermen. Je hoeft niet altijd al je dromen meteen met iemand te delen. Maar op het moment dat je een droom hebt, is het wel van belang om te kijken of je in het achterna kan gaan. Lieve, lieve weegschaal, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Wil jij je graag verder ontwikkelen? 30 maart is Soul Body Fusion Workshop. En in april is er een mooie workshop mediumschap. Wie weet zie ik je daar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.